ben Christy en ik geef pianoles bij Muziekpunt. En omdat we nou natuurlijk geen gewone open dag kunnen organiseren, komen er wel allerlei mailtjes binnen met vragen. Die ga ik even beantwoorden. Ik heb hier bijvoorbeeld de vraag, ik wil piano leren spelen, hoe pak ik dat aan? Nou, dat is natuurlijk een hele makkelijke vraag. Je vraagt gewoon een gratis proefles aan bij Muziekpunt en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan neemt Jos, mijn collega, of ik contact met je op en dan gaan we een afspraak maken voor een proefles. Als je thuis al een piano hebt, kunnen we misschien gelijk beginnen met een liedje. Als dat niet zo is, gaan we eerst eens even kijken hoe die piano in elkaar zit. Bijvoorbeeld hoe die zwarte toetsen in groepjes op het toetsenbord liggen. En dat zouden we kunnen uitproberen. Bijvoorbeeld speel alle groepjes van 3 zwarte toetsen. Dat gaat zo. Of ik doe iets voor en ik vraag of je dat na wil doen. Bijvoorbeeld dit. Krijg je een indruk van wat het is om op een piano te spelen en wat het is om pianoles te hebben. Moet je zijn om te kunnen beginnen met les. Nou, bij mij kan je beginnen als je 5 jaar bent. Want ik gebruik dan een speciale methode, de beide handjes methode. En daar gaan we er eigenlijk van uit dat muziek, dat is een taal. En als je je eerste taal, je moedertaal leert, dan ga je ook niet beginnen met letters leren en dan lezen. Nee, je gaat beginnen met voor- en nadoen. Kleine woordjes, kleine zinnetjes, verhaaltje. En pas veel later ga je leren om dat op te schrijven en te lezen. Dus bij de beide handjes methode begin je met het liedje te leren zingen. En daar kunnen we bij klappen of bij lopen of staan en zitten bij de hoge en de lage noten. En als het goed in je hoofd zit, dan gaan we het op de piano leren spelen. En na een tijdje, als je al een tijdje bezig bent, dan komen er ook noten. Als je wat ouder bent, dan vind je het misschien juist leuk om meteen met noten lezen te beginnen. Muziek maken en lezen tegelijk, dat kan ook. Er zijn heel veel verschillende pianomethodes. En ik vind het altijd een sport om te zoeken naar de juiste methode die bij jou past. Ook voor volwassenen zijn er speciale methodes. Daar gaat het vaak wat sneller en staat wat meer theorie bij. Thuis een piano hebben als ik pianoles ga nemen? Dat is ook een makkelijke vraag. Ja, je hebt een piano nodig. Want op les leer je allerlei dingen en die ga je natuurlijk thuis oefenen. Er zijn verschillende soorten piano's. Je hebt natuurlijk akoestische piano's zoals deze. Daar zitten snaren in en hamers. Op die manier maak je zelf de toon. Maar er zijn ook elektrische en digitale piano's. En als die aanslaggevoelig zijn en een pedaal hebben waarmee je de tonen kunt verlengen, dan is dat ook goed. Een keyboard is niet zo geschikt, want een keyboard is eigenlijk te klein. Er zitten te weinig toetsen op. Het is een heel ander instrument en heeft een hele andere aanpak nodig. Thank you.
kan ik ook optreden bij Muziekpunt. Jazeker. Bij Muziekpunt hebben we heel regelmatig voorspelavonden. En zo'n voorspelavond is dan bijvoorbeeld van mij. Dan spelen er allemaal pianoleerlingen. Maar we hebben ook gecombineerde voorspelavonden van meerdere docenten. En dan hoor je dus allerlei verschillende instrumenten. Er wordt ook veel samengespeeld bij Muziekpunt. We hebben één keer per jaar een speciaal concert voor docenten en leerlingen. Er wordt heel veel muziek samengespeeld. Ontzettend leuk. Je kan ook met z'n tweeën op één piano spelen. Dat heet quatre-mains. En nog even over die voorspeelavonden. Het is natuurlijk heel leuk om daar naartoe te werken. En het is ook leuk om op te treden. Wel altijd heel spannend. Maar goed, dat vindt iedereen. Daar wen je vanzelf aan. Leer je steeds beter mee omgaan. En wat het leuke is van luisteren naar iedereen die meedoet, dat is dat je zo ontzettend veel muziek hoort. Tijdens je eigen les, maar ook tijdens die concerten, hoor je zoveel verschillende soorten muziek. Allerlei verschillende componisten, allerlei stijlen. En daarmee kom je er steeds beter achter wat nou eigenlijk je eigen muzikale smaak is. En dat is niet iets wat stilstaat, maar dat gaat steeds verder. Dat blijft eigenlijk je hele leven zich ontwikkelen. Dat vind ik het allerleukste.